Hey met mij, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Hey met mij. Zo komt hij. Ja, we zijn vandaag op pad. Met, ja, ik krijg subsidie voor deze reis, want Nikki is erbij. Hey met Becky. Ik ben daar zit ik. Ik hou er even je hand omhoog. We zijn onderweg in de trein naar Berlijn, want dit weekend gaan we naar TwitchCon. En even voor het beeld wil ik even zeggen dat ik een dik oog heb en daarom dus geen make-up, want hij is ontstoken en hopelijk snel is het voorbij. Maar vandaar dat ik er zo gek uitziet. Wat is het dan? Het is denk ik een pukkel. Maar weet je hoe het heet op Google thuisarts.nl? Nou? Een strontje in je oog. Zo heet het. Echt waar? Ik dacht een paddenscheet of zoiets. Ja, zo noemt mijn oma het ook. Zo noemt mijn oma het ook, ja. Een paddenscheet. Paddenscheet, padden. Het leeft al een beetje op, hè? Geef me nog een drukje pakken. Ja, helemaal niet, dat moet nog gebeuren. Wow. Maar goed, vandaar dat ik hoorde. Oh, dat was jij. Oh, ja. Ik dacht pakken. Nee. Ja. Leuk intro. Laten we erheen gaan. Tjus. Ik was even vergeten op record klikken. Slim. Maar we zijn aangekomen in Berlijn. Dus welkom in Berlijn, jongens. Dit is de badkamer. Mooie douche. En ik heb mijn badtoilet al neergezet en het toiletje zit daar. Niet groot, maar wel schoon en dat vind ik het allerbelangrijkst. Mag ik al jou laten zien ook? Ja. Kijk, haakkleed. En hier hebben we het bed en daar is dan al de buiten. Het is niet groot, maar het is wel een mooie kamer. Dus dat is wel leuk, vind ik eigenlijk. En dit is het uitzicht. Ook niet heel lelijk, een beetje zo die intercity feeling. Super feeling. Super feeling. Nou ja, we gaan nu wat eten eerst. Dus ja, nu kan het echt gaan beginnen. Puk, er is iets leuks voor de vlog. Ik ben gewoon een verstoorde relatie met eten, dus dan moet ik gewoon heel veel sporten. Ja, dus ik ga even like. Dikke vingers. Hoi Bas. Hallo. Hij ziet mij niet. Oh, ja. Hadden we al verteld dat ze moesten abonneren en zo? Abonneren op? Mattia. Mattia okay. VN. En Nikki. En een beetje op. Allebei. We gaan eens kijken. Nee, we gaan uit eten. Zo, je bent wel echt. Ja, heel subtiel. Ja, ja, dan ga je. Dat gaan we zo doen. Ik weet iedereen. Helemaal niks met privacywet of zo. Nee. We zitten nog steeds met de Italianen en het hoofdgerecht is er nu. En er zijn wat meer mensen aangekomen. Zoals Leroy. En Jay en Laura zijn er ook. En aan die kant is Melvin aangekomen. Wijn. 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 Wat? Oh, de waiter is hier as well. Joho! Hallo! We zijn bij TwitchCon! Ja, ja, het is vrijdagavond. Er is helemaal niks aan de hand hier. Maar toch wel, de Twitch Partner Party. We zijn even met z'n tweeën er van tussendoor gesneakt. Ja, we gaan eventjes een uurtje. Even een uurtje buurten. Ja. Even ons gezicht laten zien. En ja, we gaan kijken of het wel is. En anders zijn we heel gauw weer weg. Precies. En het is koud, dus we gaan er binnen. Doei! Ja. Yes! Hey, wel! Jij ziet er mooi uit. We zijn op de Twitch party. Ja. En we gaan nu op een foto in de Twitch booth. En er zijn net een hele grote groep en dan komen wij aan met z'n tweeën. Toos Vriendeloos 1 en Toos Vriendeloos 2. Totaal ook niet. Kijk nou hoe hij eruit ziet. Niet in de party. We hebben haar een broekje aan. Maar jongens. Mooi hè? Ook nog heel erg. Morgen wordt het pas. Morgen wordt het pas.
een party! En Maxime is er ook weer op in. Ik ga even normaal. Even normaal doen. Hoe heb ik een rood? Even een liedje. Even een. Even een liedje van Matt in het laag. Want laag kan. Nou, hoog probeert ze wel te kunnen, maar laag. Ja, maar jij ook. Oké, eentje, drie. Time to say goodbye. Salami, salami. Salami. Is heel erg lekker. Tot zover. Dag 1. Het is vrijdagnacht inmiddels. Ja, dus waarschijnlijk zaterdag. En de eerste dag zit erop. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad vanavond. We hebben lekker drankjes gedronken met z'n allen. Twitch partner party gehad. Super leuk om alle Twitch Nederland partners te zien. En ja, we moeten super vroeg op vanmorgen voor de Apex Qualifier. Puk en ik. Dus we gaan gauw naar bed. En hopelijk zijn we fit genoeg om morgen op te staan. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Volgens mij is mijn dikke oog helemaal over. Dus ik kan gewoon make-upjes op morgen. Slaap lekker. Ja, maar ik zie net dat ik mijn mobiel vergeten ben. Dus ik ga heel even terug. Oké. Okay. Maar je hoeft eigenlijk helemaal niet zo hard te praten. Want Ricardo slaapt al niet meer. Ik zat trouwens. Nee, niet wakker. Oh. Ik voel trouwens, lieve kijkers, alsof ik ben aangereden op achter. Ja? Ik heb echt heel erg last van. Zo zie je er niet uit. Nee, ik ben met mijn foundation bezig, dus bezig. Oké, okay, ik haal mijn mobiel en dan gaan we. Oké. Okay. Ja, jongens, we hebben onze pas opgehaald. Gauw. Oh, ik dacht dat ze tegen hun was. Yes, yes. Where do we have to go for the arrivals? For the Twitch arrivals. Twitch arrivals. That way, oké. Okay. Ja, dit dus. Goedemorgen, jongens. Deze mic is we zitten dus nu op de Apex Twitch Rivals Studio. Dadelijk komt het publiek hier ook achter zitten. Ik zit met Puk en Tim en zijn team. En ja, ik heb niet zoveel te vertellen. We moeten heel veel voorbereiden nog. Dus ik ga nu mijn camera wegdoen. En de rest kijk ik. Ja, ik zie jullie daarna weer. Wat dan? Mag je niet al tappen? Dan kan ik de chat niet meer lezen. Speel je dadelijk meteen tegen Robin? Nee, Robin zit in een andere qualifier. Goddank. Hebben wij dat bewust gedaan? Ik dacht meer van we doen de eerste qualifier, hebben we de rest van de. Dat het wel zo is. Ja. Dus we hebben heel weinig bewust gedaan. Nou, ik heb wel bewust de eerste qualifier gekozen, zodat ik dacht dan heb ik de rest van de dag nog op de. Ja? Oh, sorry. Ah, Jessica, ja, die heb ik ook al wel eens gezien, ja. Yo, het zit erop. Oh mijn god, ik was een beetje nerveus, zoals altijd. Puk heeft gewoon de kill gemaakt. Ja, we hebben die eurotjes binnengesleept voor ons. En Tim ook. Dus we zijn gewoon 9e geworden. Net geen 6e. Dus we hoeven vanavond kunnen we gewoon bier drinken. En feesten. Dus we hoeven vanavond niet meer. En we hebben gewoon $1200 gewonnen per persoon. Niet normaal. Hallo. We zitten inmiddels in de taxi. Ik was er helemaal klaar mee. Die taxi, het is hartstikke koud buiten, hè? Het is echt winter nog hier. Het waait ook echt hard. Puk, ja. Vertel jij ook even iets. Moet ik ook iets leuks vertellen? Ja. Wow. Praat ons bij. We hebben het echt super goed gedaan met z'n drieën. We hebben even $3600 bij elkaar gedaan samen. En dat is mooi. En het is verreks koud buiten. En verder ben ik wel benieuwd wat we nog meer gaan zien. Maar vandaag wordt het een beetje stappen. Ja, gewoon shoppen en stappen. En stappen. En eten. Ja, en lekker eten. Ja. En morgen gaan we dan op TwitchCon eventjes checken. En dan gaan we naar onze boyfriends toe. Onze geliefdes, onze lovers. Ja, die vangen ons op. Ja, de kater is vaag. Ja. Proost. Oeh, blurry. Yes. Hoi, het is wel een tijdje later. We zijn net deze shoppen. Hi. Hi, met mij. Nee, dat is niet de opening, hè? Hallo. Dus we zijn weer shoppen. Hi, met mij. Nee. Dus we zijn weer shoppen.
Ik ga dadelijk laten zien wat ik allemaal gekocht heb, maar ik ben vergeten te vloggen. En nu had ik heel erg zin in een gin and tonic en de rest had ook wel zin in een drankje. Dus dan hebben we deze heerlijkheid en die heerlijkheid. Ja, en drankjes ook lekker. Ah, slecht. Leuk hoor, vond het leuk. Even gauw quick shop blog dingetje. Dus dit heb ik gekocht. Dit blouseje met deze broek. Ja, kijk, mijn overhemd, ik heb ook overhemd. Nicky heeft ook een mooi overhemd. Ja, leuk. Heel mooi. Zo mooi allemaal, hè, dan met die. Oh. Ja. Dus dat was een beetje de shoplog. Ik heb nog een ander blouseje, maar die laat ik morgen wel even zien. We gaan nu even drinken. Kijk, zoals je aan mijn hoofd ziet, is het heel warm in onze kamer. Dus we gaan even beneden een colaatje drinken. Wachten tot Puk en Ricardo klaar zijn. En dan gaan we lekker uit eten en dan is de party night. Yes. Dus dat is het plan nu. We zijn weer in het hotel. Ik heb niet zo. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik heb gevlogd. Ik heb een paar dingetjes gevlogd. Het was in ieder geval super gezellig. Maar mijn voeten kunnen niet meer. Je hebt gezien wat voor een hak ik aan had. Ja. Daarom moet ik naar huis. Daarom moet ik naar huis. En oh, Nicky vindt het ook zo erg, hè, dat je naar huis moet, of niet? Ja. Ik wil maar keilang blijven. Nicky wilde super lang doorgaan. Helemaal face-based. Alles. Maar ja, ik wilde naar huis. Naar, of ja, huis. Hotel. Dus zaterdag zit erop. Op naar zondag. Goedemorgen. Het is inmiddels zondag. En het is de tweede dag van TwitchCon. Vandaag gaan de heren mee naar de venue. En ik dacht, ik laat even mijn nieuwe blouse zien. Ja, mijn broek is niet nieuw. Die had ik al. Maar deze blouse heb ik gisteren gekocht. En ik vind hem heel leuk. Er staat hier ook een cheetah. Hij is eigenlijk een beetje fout. En dan heb je van die ballonmouwen. Heel schattig vind ik hem. Dus die wil ik even nog laten zien. En we gaan nu richting de venue, want ik moet streamen. En we gaan even wat mensen ontmoeten daar. Hoi, met mij! Nou, we zijn nu op TwitchCon. En ja, het is echt leuk hier. En ik ben nu aan het streamen. En ja, het is echt vet gezellig. Zet maar gewoon een beetje een kapje naar. Ja, sorry. Ja, ook gewoon zeggen, ja, klopt. Ja. Nee, even zonder dolle. Ja, maar jij zegt dan, hi, met mij. Ja, maar jij hebt een hogere stem dan ik, dus ik moet dan een beetje... Want als ik zeg hoi met mij... Ja, maar als ik zeg hoi met mij... Ja, dat is toch gewoon een schijf. Oké, jongens, Dia is lekker aan het streamen hier. We zijn inmiddels hier, want dat had ze nog niet gevlogd, zei ze net. We gaan er een rondje lopen en dan gaat ze Mattia nog meer vloggen. En ik ga nu een shotje maken van Mattia die hier is. Okay. Just chatting, hè? Ja. En dan is het mooi geweest. Misschien ook vanavond wel eventjes mijn IRL-telefoon meenemen. Oh, dat is wel lachen. Ja, maar oké, okay, dan moeten we wel één ding afspreken. Als er iets te veel alcohol in het spel is, dan moet je hem uit hebben. Ja, want what happens in Berlin stays in Berlin, guys. Ja, we kunnen niet alles inderdaad vertellen wat er gebeurd is. Nee. Nou, het valt. Mensen denken nu echt rare dingen. Ja. Wil je nog iets zeggen tegen je kijkers? Op je gezicht toen jullie raar eten hadden bij die podcast. Oh ja, maar jij hebt moeilijk eten. Ja. Wil je nog iets zeggen? Want ik ben al de hele tijd aan het filmen. Nou, leuk dat je kijkt naar de vlog.
de stream zit er nu bijna op en we gaan dadelijk omhoog. Oké. We zitten nu in het Glitch Theater. Je ziet het zo? Het theater. En er is nu de Twitch Sings Stream Stars. Een contest voor Twitch Sings. Kon je aanmelden. En de winnaar gaat met $20,000 naar huis. En ik ben met Maxime en Puk, maar het is helemaal vol. Dus de rest zit verder verdeeld door de zaal. En mijn favoriet moet nog komen. Twitchcon zit erop voor ons en nu Nicky zit te spelen. Hallo! En nu zijn we even aan het sightseeën. Hier zijn we bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Nicky is gewoon lekker vervelend. Hè? Hij is nooit vervelend, nee. Nou ja, hebben jullie die ook gezien? Doorgaan. We hebben een nieuwe. Wat is dit? Niemand weet wat het is, maar wel een mooi gebouw. Met een koepel erop die je net niet ziet. Rijstakenbouw. Rijstakenbouw, nee, zegt Nicky. Rijstafelgebouw. Gebouw, ja. Rijstbouwers. Het is onderdeel van de rijstafel. Kan lekker eten. Ja, dus leuk dat jullie er weer waren. Doei. Action. Doei. Dat is iemand theater. We zijn bij Midtown Grill, Berlin, Supercole. En we gaan hele lekkere stukken vlees eten. Stak. Dit is. Maxime snapt hem. Dit is echt zo grappig. Je krijgt dus een marshmallows en chocoladesprinkels. En dan kun je. Dat gezicht dit? Van Mattia, echt zwaar geïrriteerd. Gewoon, ik zou eerst heel leuk en dan hoor je Nicky en dan weet ik dan verpesten. Ja, maar zo dacht ik ook, die meneer moet weer verpesten. Ga gewoon zo bij je zo. Ik denk dat je eerst die. Dat ik er zoveel was aan maken. Allemaal met de camera. Hallo! Hallo iedereen! Hallo! Ja. En de knolvlogs. Hallo jongens. We zijn weer typische vloggers. Die we niet weten waar een kroeg is. We lopen weer door een vreemde stad. Echt drama. En koud. Koud? Waar alleen bij jezelf? Gewoon koud! Oké, het is nu 12:30 op zondagavond. We staan in een van de underground club. En ik moest mijn camera inleveren, dus ik heb nu mijn telefoon waar ik even op de wc wat opneem. Ja, smakelijk shot. Ik mag mijn telefoon ook niet uit mijn zak halen hier. Dus dit is alles wat ik kan laten zien. Sorry daarvoor. Hey jongens, we zijn weer in de taxi. Inmiddels bij het feestje geweest, waar ik stiekem wel een stukje gevlogd had. Heb je wel gevlogd? Ja, stiekem op mijn telefoon. Oh. In het toilet. Ja, stout. Wat vond jij van het feestje, Nikje? Nikje? Nikje, hey Nikje. Dat zeg ik echt nooit, echt gewoon nooit. Voor de vlog geef ik gewoon een geaccepteerd antwoord door te zeggen, ik heb het super naar mijn zin gehad. Ja. Hey. Ja. Ja, ik vond het echt keileuk. Wat? Ik vind de muziek hier nu al beter dan in die tent. Ja, Nicky en ik zijn gewoon niet gemaakt voor techno. Of ja, misschien meer mensen niet, maar wij zijn niet zo'n techno-fan. Nee, techno, nee. Zo. Nee, maar ik vond het wel leuk om een keer mee te maken, want het was wel echt underground, vibe, techno, ja. Het was precies zoals een lekkere vibe. Een kelder waar je niks zag en de muziek ruk was. Ja, en lezers. De lezers deed tegen zich. En iedereen heeft naar zin omdat ze echt zwaar onder de druk zetten. Nee, we hebben gewoon een beetje jouw dans zo je ogen dicht houden wil. Ja, maar dan denk ik. Weet je wat ik dan denk? Oh, ik heb mijn lens in. Als ik me te lang met de ogen dicht houd, dan gaat het fout. Want dan blijft ze al aan mijn oogleden plakken. Ja, dat heb ik ook, ja. Ja, dat had jij ook, dat zag ik ook. Ja, ik heb geen lenzen, maar dat dacht ik wel, ja. Jij dacht aan mijn lenzen. Ja. Voelde jouw lenzen bijna aan mijn oogleden. Nicky had er echt zin in, jongens. Nee, maar Nicky, wij hebben wel even gedanst, dat vond ik wel leuk. Ja, dat was wel leuk. Dat was leuk. Dat was de highlight van het feestje. Gingen jullie nog tongzoen op de achterbank? Of? Nee, dat gaan we nu doen, dus tot morgen. Goedemorgen. Het is maandag en er komt een treintje langs gereden langs ons hotel. Dat heb ik eigenlijk de rest van de
nacht niet gehoord of zo. Dit is de eerste die ik hoor, maar ja, we hebben ook het raam nu openstaan. Lichtelijk brak, maar we gaan toch eens een redelijk vroeg nog eruit voor ons doen. Rustig dadelijk nog eventjes Berlijn in. Uitchecken en richting huis. Dus dat is het plan voor vandaag en ik ga jullie gewoon weer meenemen. Kei leuk, hè? De fietsen dan. Max stap op de fiets, hoor. Yeah. We zijn inmiddels in de zon, op het terras van Peter Pan. Puk is erbij, hartstikke brak. Captain Haak zit er binnen. Captain Haak, ja. Daar is Ricardo, heeft ook een lekker burgertje. Rico Choco. En Nick Kings. En ja, nu gaan we lekker eten, zo lekker. Oh, hij is lekker hoor. Is een beetje lullig dit. Hij is lekker. Niet of er iets te zien is. Oké, jongens, we zitten weer in de trein naar huis. Mooi bij mij. Ja, het is bij ieder shot ook hoor. Mooi bij mij. Ja, we gaan er vandoor. We hebben Berlijn overleefd, barely, maar het is ons gelukt. En nu nog 5,5 uurtje in de trein. En dan kunnen we weer met Nagini knuffelen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de vlog. Geef natuurlijk een dikke duim omhoog. Subscribe. En ook een Puk. En op jouw Ricardo Choco. Nee, Rico Choco. Rico Choco on Twitch. En jou, Nick Kings op YouTube. Nee, op Instagram. Ja, nee, volg. Schrijf mijn naam. Oh. Mijn naam. Bedankt voor de moeite. Dankjewel voor het kijken. Tjus!